Daar is hij. Goedemiddag, meneer Knar. Hoe gaat het? Goedemiddag, Maas. Gaat u zitten? Nee, ik heb geen tijd. Ja. Ik kom de huur halen. Huur? Eens kijken. Ja. Ja. Dat is 1, 2, 3 maanden niet betaald. Ja, ziet u... Ik zie niets. Tenminste, geen geld. Ja, maar luistert u nu eens. Spaar me je smoesjes. Mijn geld wil ik hebben. Ja, maar... Geen gemaar, alsjeblieft. Geld wil ik zien. Het is altijd hetzelfde liedje met jou. Ja. Maar mijn geduld is uit. Ik geef je nog 1 week. Kun je dan niet betalen? Dan eruit. Wat is dat dan voor een verschrikkelijke vieze boel? Dat is erg. Wie heeft dat gordeltje daar neergezet? Bah. Vieze rommel. Ja. Je weet het dus, hè, Maas. Je hebt 1 week de tijd om je huur te betalen. Doe je het niet, dan... Ja. Ja, dan... Dan zul je nog eens wat beleven. Ja. Meneer... Ja, wat dan? Wat dan? Ja, alsjeblieft, geen smoesje. Hou je mond dicht. Geen smoesje, geen glaspraatjes meer. Ik heb geen tijd meer. Ik ga weg. Tja. Nee. Je weet het dus, hè, Maas? Oh, wat is dat dan weer? Oh. Goedemiddag. Foei, dat is natuurlijk weer wat voor jou, hè? Ja. Onlucht. Zeg man, het eten is klaar. Fijn, kom moeder. Je? Ja? Zo, en dan ga jij fijn naar je mama toe, hè? Hé, hey, mam! Hè? Wat is er? Kom je helpen? Helpen? Kan geen hulp gebruiken. Ga jij hier maar rustig zitten. Zo. Tuut, tuut. Brrr, tuut. Mooi braaf zijn, pas op. Brrm, tuut. Auw. Dat moet je nodig vragen. Mijn arme hoofd. Doet het erg pijn. Nou en of. Voel maar eens. Oei, een pracht van een vuil. Hé daar, mop. Oh, die mop. Kijk eens wie we daar hebben. Ha, die dikke. Hallo, die mannen. En? Hoe is die? Loopt die oude kar. Als je onze auto bedoelt, dan moet je dat zeggen. Nou ja, auto dan. Onze auto, die loopt. Is het waar? Werkelijk? Echt? Ja. Hoe is het mogelijk? Hij loopt als een klokje. Luister. Tja. Zo, Josje. Dat ding zo lawaai maakte! Vind je? Ja, nu je het zegt, ik zal eens naar de uitlaat kijken. Ik heb het zo gevonden. Het zal wel een klein verstoppingkie zijn. Jongen, die mop had uitvinder moeten worden. Ja! Jammer dat het buskruideluid gevonden is. Anders had Mop het gedaan. Oei! Hey, ba, vies, ba!
Postman. Voor mij? Ja. Nou, maak hem open. Wat zal erin staan? Als je kijkt, dan weet je dat. Nou, en? Schrik niet. We hebben een erfenis gekregen. Een erfenis? Maar wat dan? Staat er niet in? Moet naar Limburg. Naar de notaris. Maar we hebben geen geld. Het is in een spoorkaartje ingesloten. En wat doe je? Ga natuurlijk. Ja. Goedemiddag. Ah, u is natuurlijk meneer Maas. Ja, meneer. Dat ben ik. Gaat u zitten. Dank u. Dank u. Sigaretje? Nou, Of een sigaar? Dan liever een sigaar. Dank u wel. Zo. U hebt dus de boerderij van Hendrik Scherft. Ja, meneer. Nou, dan mag ik u wel feliciteren. Dank u wel. U weet dat ik een hypotheek heb gegeven op die bezitting. Ja, dat hoorde ik al bij de notaris. Daarom ben ik even komen aanlopen om kennis met u te maken. Ah, zo. Zo. Maar is u niet te oud om zo'n boerderij alleen te beheren? Oud. Ja, maar hoor nou eens, meneer Maas. Waarom verkoopt u niet aan mij die boerderij? Verkopen? Ja. Nee. Het is altijd mijn liefste wens geweest, een boerderij. Oh. Dus u verkoopt niet? Nee, spijt me. Ah. Jammer. Nou, ik vond het erg prettig dat u even bent langsgekomen, meneer Maas. Dientje. Maar denk er vooral om dat u die hypotheek prompt op tijd aflost. Ja. Laat meneer uit. Goed, meneer. Goedemiddag, meneer Bol. Meneer Maas. Is hij weg? Is het gelukt? Nee. Ah, en we hebben het niet verkopen? Nee. Wat nu? Ik moet die boerderij hebben. Maar zeg, vertel me eens. Wat wil jij nou eigenlijk met die boerderij doen? Nou, luister. Ja. Hier ligt die boerderij. Uh-huh. Met de landerijen. Op datzelfde stuk grond wordt een nieuwe mijn gebouwd. Je kunt dus op je vijf vingers uittellen dat die grond in waarde ontzettend stijgt. Ah, zit die zaak zo? Maar dat had je me ook wel eens eerder kunnen vertellen. Ja, zo zit die zaak. En jij hoeft nu maar te zorgen dat die boel zo gauw mogelijk in mijn bezit komt. Ik? Ja, jij. Ja, maar hoe moet ik hem dat nou leveren? Nou, luister. Ja. Ik heb op die boerderij een hypotheek gegeven van 5000 gulden. Aha. 5000 gulden. Hm. En jij hoeft nu maar te zorgen dat die vent niet op tijd zijn hypotheek kan aflossen. Begrepen? Ja, dat is nou wel makkelijk gezegd. Maar hoe moet ik dat doen? Dat had ik aan jou over. Hoe je dat doet interesseert me helemaal niet. Maar je moet wel vlug handelen, want veel tijd hebben we niet. Begrepen? Kijk uit, joh.
waar blijft hij nou? Och, hij zal zich wat verlaten hebben. Ja, daar is hij al! Joris! Ik ben er toch zo lang gebleven. Oom Joris, heeft u mij wat meegebracht? Ja, natuurlijk heeft oom Joris jou wat meegebracht, hè? En ik dan? Och, jij dikke eetwolf. Vertel oom Joris. Vertel nou, oom Joris, zeg op. Oh. Word je miljonair, oom Joris? Och, jij stom. Stil even, Joris. Vertel oom Joris. Groot nieuws. Maar wat dan toch? Wat dan? Vertel dan. Vertel nu. Een boerderij geërfd. Een boerderij? Hé, hey, ja. Een boerderij! Oh, oh, Joris! Oh, 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 wat doe je nou? Hoi, Pim, Joris! Hoi, 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 alleen nou, doe nou. Doe nou, Joris. Hoi, 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 hoi. Wat is er, Marie? Ben je niet blij? Och, jawel. Maar wat moeten we nou met een boerderij? Ja, met een boerderij. Boer worden natuurlijk. Denk nou eens even na. Wat bedoel je nu toch? Heb je geld voor een verhuizing naar Limburg? Bij maar. Nee, we hebben geen cent. En hoe kom je aan knechten? Hoe betaal je die? Maar we kunnen toch geld lenen? Van wie? Van onze schuldeisers? Het was te mooi om waar te zijn. We zijn ook te oud voor zoiets. Tja. Pech! Ik had zo gehoopt om op vakantie te komen. Dat is het! Ben je gek? Je doet me pijn. Oh, joh. Ik heb een meesterlijk idee. Bah! Die snert ideeën van jou, daar kom je mee in de gevangenis. Oom Joris, je hebt knechten. Hoezo? Nou, wij. Jullie? Ja, wij. Volgende week, dan begint onze grote vakantie. Nou, en? Dan gaan wij mee naar Limburg. Ja, juist. Ja, maar wat zouden jullie anders wel zeggen? Oh, laat dat maar aan ons over. Geen slecht idee. Ja, maar hoe verhuizen we? We nemen de jeep! Ja! Ja, we nemen de jeep! Jeep, we gaan met de jeep! Ja. Maar wie rijdt er? Als we neef Hypnoos vragen. Ja, die doet dat wel. Ja. Ik ga mee. Ik wil ook boer zijn. Vliegen? Hé, hey, pas op voor mijn vliegen!
maskers op. Ik ben een vuurspuwende weg. Man heeft het schip verlaten. Allemaal in de reddingsboten. Vrouwen, kinderen dicht. Zien jullie dat nou? Kom toch alsjeblieft hier vooruit. Joris, doe dan toch eens wat. Ik doe toch mijn best, mevrouw. Kom, ja, kom jij maar fijn met tante Marie, arme kindje. Ja, daar staan we nou met allemaal die kinderen. Joris, het is toch verschrikkelijk, zeg ik je hoor. Mooie jeep heb jij, zeg. Stuk Altroes. Wat dan gaan lopen. Hoe kunnen we het duwen? Leg de mond er nog in, Huub. En toch is de mooie jeep, hè? Wat een slecht monteur ben jij, jongen, ja, van toe. Daar staan we al met ons goede gedrag, vrouw. Och, Joris, en wat het moeten is, we nu? Het is verschrikkelijk. Ik weet het ook niet. Joris! Joris, ik kom achter je aan! Mijn nek is er al zo verschrikkelijk. Oh, ja, kun je me nog niet helpen? Josje nog gaat dat arme kleine kindje ook nog toe bij. Ja, jij met je ziep. Jan, Jessie, eten komen. Ga je weer de koffie eens aan. Smakelijk eten. Zeg, Jan. Zou zilver niet verkopen? Zilver? Nee. Waarom? Nou, ik kan er een goede prijs voor krijgen. En hoe wil je de wagen dan verplaatsen? Nou, we kopen van zo'n oude knol. Kan je voor een zacht prijsje krijgen. Zeg, Jan. Dat doe je toch zeker niet? Zeg, hou jij een snuiter buiten? Nee, zilver verkoop ik niet. Toen de oude baas stierf, heeft hij uitdrukkelijk gezegd dat jij de wagen kreeg en ik het paard. Nee, zilver verkoop ik niet. Nee. Dan niet. Ah, daar ligt nou de nieuwe bulk van ons. We zijn er! Hoera! Ik hoop dat het avondeten klaar is. Och, jij had het met je eten. Dat we dat reisje achter de rug hebben. Nou, we zijn in ons nieuwe tehuis. Laai de boel maar uit, jongens. Hé, Ezel, je staat op mijn tenen. Allee, Doris, doe je nou ook eens een keertje wat? Allemaal helpen, jongens. Goedemiddag, juffrouw. Dag. Ik ben Joris Maas, eigenaar. Welkom in het nieuwe huis. Ik ben Truus. Ja. Het meisje. Is dat uw familie? Nee, dat zou toch even voor het goede zijn. Dat is mevrouw en Josje. Dag mevrouw. En dag. Dat zijn mijn nieuwe knechten. Wel een beetje klein, hè? Maar dapper. Klein? Ja? Voel die spierballen eens. Voel niks. Ik ook niet. Vooruit, jongens.
kan ik ook niet hier blijven. Goed. Je kunt hier blijven, maar je zult voor de kost moeten werken. Naar binnen. Ziezo, om Joris, ik stap meteen maar op. Oh, even een kop koffie. Nee, dan haal ik de trein af. Nou, vooruit dan maar. Ja. Bedankt, hè. Ja, niks te danken. Tot ziens. Dag. De groeten. Kom gauw om Joris. Zet alles op. Es war einmal ein Annenjahr, der Liebe hat kein Ende mehr. In je bed, anders vat je kou. Dag, Truus. Zo, magermans. Maak me hier geen rommel. Dat smaakt je zeker goed, hè? Mm-hmm. Hou ze even vast. Ik had gezegd vasthouden en niet opeten. Hè, je bent hem ook een lekkere. Niet lekker, de banaan is lekker. Ja, dat zal wel. Mooi, hè? Waar heb je die gevonden? Waar heb je die vandaan? Daarachter in een kastje. Fijn, hè? Ik heb ook steentjes. Mooi. Daar, Truus. Daarop. Dat je bent? Doe het nog eens. Ik heb toch niks gedaan? Oh nee, en dit dan? Daar. Dit zou me bij de opera niet gebeuren. Ik krijg gewoon nog wel, wacht maar. Jij bent mijn mooie. Niet mooi, maar slim. Jonge, jonge, jonge Doris, wat een toestanden lees je toch in die krant. Ze moest oom Joris maar eens een tijdje minister-president maken. Hier, snap hem. Ja, ja, ja. Ik zou het wel weten. Zo beginnen met een 5-urige schoolweek, 8 maanden vakantie en de rest vrij af. Jij bent mijn mooie, jij. Wat heb jij aan? Sufferds, weten jullie dan niet dat de nachthemden weer in de mode zijn? Zeg Mop, kunnen we dat ding niet van je lenen als we kamperen gaan? Ja, waarom? Dan kunnen we een pracht hem van maken. Wat zijn ze weer leuk. Ha, ha, ha. Die mop met zijn kampeertent. Hey Dikke, hij is opzij, dat is mijn pyjama.
man, kijk toch uit. Ik lach net zo lekker. Als jij maar eten kon dan slapen, hè. Hé, zeg je mij ook een stukje deken? Zeg, schijnen jullie nou eens uit met dat lawaai? Ik wil ook wel eens slapen. Hé, jongens, de lamp brandt nog. Ja, warrempel, dat klopt. Nou, zou je dan niet eens uitmaken? Dat is een goed idee. Ga je gang. Hela! Draai het licht eens uit. Dat kan ik niet. Waarom dan niet? Omdat ik al slaap. Doe ik het zelf. Luie kerels! Je snurkt. Ach wat, je bent getikt.
Jan, kom eens hier. Ja, wat is er? Ga naar het dorp. Boodschappen halen. Ik ga ook mee. Maar de hond hier laten. Kom, Terza. Moet je vastbinden, jongen. Dag, Terza. Tot straks. Tante Marie, zet me eens op. Oom Joris, wat gaan we doen? Koeien melken. Ach, flauwerik. Ach joh, jij kunt ook nergens tegen. Nee. Vandaag nemen jullie maar eens een vrije dag. Jullie gaan de omgeving maar eens verkennen. Jongens, ik heb een voorstel. We gaan hengelen. Hengelen? Je hebt geen hengel nodig. Als de vissen Joosie zitten, bah, dan lachen ze zich dood. Hé, wat ben jij wel leuk, krullenbol? Krullen? Mooier dan het peenhaar van jou. Nou, geen ruzie. Wat maken jullie toch druk over je haren? Ja, dat zou wel. U hebt er ook geen meer. Nee, heus zonder gekheid, jongens. Ik heb laatst zo'n vis gevangen. Nou. Moet dat nou? Oei, mijn beurs laten liggen. Dommerik, kom, gauw terug. Kun je dat nou vergeten? Ja. Kom jongens, we gaan wandelen. Ja, dat doen we. Kom mee, joh. Wacht even. Wat een stel. Och, dat vind ik wel leuk. Ja? Ja. Nou jongens, waar gaan we naartoe? Ja. Jongens, daarachter is een heel groot bos. Ja, nou, kom vooruit op dan. Jongens. Hey, kijk Frits. Hey, we willen vast zilver verkopen. Houd hem tegen, Jan. Wat doe je, Frits? Frits, wat ben je van plan? Ga jij naar wat dan? Je krijgt de baan niet. Wat? Nooit! Wat paard? Nooit! Is niks van jou bij, van de paard. Niks van mij! Jongen, als je niet maakt dat je wegkomt, dan zal ik je. Als je nog geen manieren bij hebt, niks in je bijbrengen, wat denk je wel? Vernot, jongen. Nooit! Zo, vooruit, alsjeblieft. Jessie! Blop jij hier! Hier! Ik krijg jullie wel! Denken jullie wel, mijn beurt komt ook nog wel. Kom, Terza. Jessie achterna. Vlug. Mannen, ze zijn er met zilver vandoor. Oh ja? Helpen jullie me? Zie je niet dat we kaarten? Goed, 25 gulden voor die aanvang. Ah, dat is wat anders. Er is de kleine meid. Ik zal al Toontje. Een flinker die er van komt. Hola Wim. Ze is in de richting van de haar gereden. Oh, laat dat nu maar aan mij over. Ik vind er wel. Huppla. Zo, braaf gedaan. Nu even op Jan wachten. Wat is er nou, jongen? Waarom stop je nou, joh? Vooruit nou hier, naar rechts. Schiet hem op. Kom. Vooruit. Oei, daar heb je hem. Nog
Hup. Oh. Nee, nee, Wim. Toe. Laat los, laat los. Nee, 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 kom dan maar rustig mee. Nee, Wim, laat me gaan. Frits wil het zelf verkopen. Ja, zwijg nu maar. Ik geloof je praatjes toch niet. Mee. Nee, Wim, laat me toch alsjeblieft gaan. Niks. Luister nou, hier vlakbij is een holle weg. Daar moet ze langskomen. Vooruit, kom mee. Ja. Kom nou. Kijk, hier is het. Kom mee. Sst, ik hoor wat. Liggen, Huub, liggen. Ja! 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 Ja!
lekker niet. Ja, heb je er een? Kom maar los, Eike. Laat me los, Eike. Gaat goed. Nou, die andere. Alleen jongen. Josje. Laat me het los, Eike. Ja, goed zo. Goed zo. Aan dierenbeulen. Huh? Geen onzin. Maak jij dat je wegkomt en laat de paard met de rust. Oh ja? Denk je dat ik bang ben? Ah! Ah! Zo! Ik in de school. Oh, oh, oh. Wacht maar eens zo. Was me dat een gongslag, jongens? Dat heb ik gevoeld, hoor. Daar zul je spijt van hebben. Verdwijn! Daar zul je spijt van hebben. Lafaard! Wim! Goed zo, Wim, goed zo. Wat een spierballen. En bedankt, hè, Wim? Nou, kom jongens. Zeg, hoe is het nu met hem? Die laffe kerels. Zeg, heb je gisteren niet bij de woonwagen gezien? Dat klopt, maar daar woon ik niet meer. Ga met ons mee naar de boerderij. Wat? Wij allemaal? Maar dat kan toch niet? Waarom niet? Als de vakantie om is, moet om Joris toch een nieuwe knecht hebben. Hij gaat met mij mee. Ja, ik zou wel willen, maar... Geen gezeur, jij gaat met ons mee. Vooruit, Nico. Schiet nou eens een beetje op. We weten toch wel dat je niks van Damme kent. Die steen. Ja. Is dat nou Damme? Jullie kunnen er geen s'nachts van. De beste stuurling staat aan wal. Goedenavond samen. Goedenavond. Goedenavond. Dit is meneer Frits. Mevrouw. Frits. Goedenavond. Zitten, Frits. Nou, wat jongens. Goedenavond. Kop koffie straks? Ja, graag. Zeg, kun je op die viool spelen? Viool? Je bedoelt mijn gitaar. Nou ja, wat zou dat spelen is wat? Ik wil wel wat spelen, maar dan moeten jullie het refrein allemaal meezingen. Ja! Ja! Let op, het refrein gaat zo. Tralalala, tralalala. Begrepen? Ja. Wie ich noch jüngske was, van de jaar of zes, du vung ich her van alles aan, leid ich niks met rust. Zou die gaan het trummelke en pakte mij keukske, dat zachte man doe de genee, die zet ich in het huikske. Tralalala, tralalala. Het groter woord, die school die het was voorbij. Dan hou ik er wie iedereen, een meidje aan mijn zie. Een knap gezichtske, een aardig kind, met om de kop een duikske. Ik sprook dan met dat meidje af, voorbij nog vanger huikske. Tralalala, tralalala. Later vrije gong, ik
baas vol gouden moed. Vier nome afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Opeens verscheen de schoonpapa, de zag toen met de fluikske. Wat moet dat met mijn dochter nu, dat in dat duister huikske. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Wie Petrus kom, klopt er aan de deur. Daar zit er jong, kom doe maar in, die steest er heel goed vuur. De webstok neem is kort gedaan, die steekt niks in mijn buikske. Daar vroeg ik Petrus, zet mich maar met een engelke in een huikske. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Hallo, Frits. Hi. Dag, Dirk. Hé, hey, jongen. Laat maar schaf met de eer. Ja, niet zo spotten, hè. Kopje koffie. Schud maar in, Frits. Ik heb een karaweitje voor je. Nou, vertel maar eens op. Die boerderij, hè, van Hendricks. Die heb een nieuwe eigenaar. Jongen, dat is oud nieuws. Ja, en mijn baas, hè, wil nou die boerderij kopen. Maar die vent, die Joris Maas, die vertikt het. Wat moet die baas van jou? Met die oude rommel daar? Dat gaat jou toch niks aan? Oh nee? Zoek dan maar iemand anders. Voor die vuile zaakjes. Nou, ik zal het je dan maar zeggen. Er wordt een nieuwe mijn aangelegd, hè. En je snapt wel dat die grond dan veel geld waard is. Ah. Heb je een plan? Eind van de week, hè, moet die lening afgelost worden. Als die Maas dat niet kan, dan zijn we klaar. Er loopt daar een klein meisje rond. Als we dat eens ontvoerden. Ja. En dan vragen we een flinke losprijs aan die ouwe. Als hij betaalt, heeft hij geen geld meer om die lening af te lossen. Ah. Kan ik op je rekenen? Top, in orde. Stoppen, Dirk. Zo, kom maar eens mee, kleintje. Ah, hou pootjes thuis laten. Rijden, Dirk. Rijden, jongen, rijden. Zo, denk ervan. Mooi braaf zijn, hoor. Ah. Pas op, jij zusje. Ah. Ah. Laat me los, oh!
Wat zeg je van mijn schaalplaats? Ziet er goed uit hier. Maar wat doen we met haar? Kom maar eens even mee, joh. Pak eens aan, Frits. Oké. Geef mij het schrijfpapier eens even. Ja. Ja. Nou zullen wij eens een fijn losprijsje gaan vragen. Kijk, alleen de kist is omgevallen. Ja. Ik vertrouw het anders niks. Ach, wat? Haal je nou niks in je hoofd? Kom. De deur staat open. Ze is verdwenen. Wat? Kom, vlug achter de rand. Kom hier. Ah, daar heb ik jullie te pakken. Kom hier jij, en gauw hè. Nou jij, ditmaal zul jij me niet meer ontsnappen. Au, 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 au. Hey Dirk, jongen, laat me even uitblazen. Ik loop helemaal achter mijn adem, man. Wat een pech, hè, dat kind nou ontsnapt is. Ja, je had die prik met die Rick maar eens moeten voelen. Dat was pas pech. Jij maakt dan maar geen onzin, hè. Nou, Frits, wat doen we nou? Nou, jongen, laten we gewoon verder gaan zoeken. Oh, onbegonnen werk. Ach, mijn jongen, Dirk doet toch niet altijd zo somber, ja. Jongen? Niet zo somber, dat komt allemaal huis wel terecht. Dat kan jij makkelijk zeggen. Waarom kan ik dat nou makkelijk zeggen? Nou, hè? Jij krijgt niet op je huid van de baas. Hé, hey, Dirk, draai je dan, kom. Hé, hey, hey! Vlug, Tarza, stop je achter die struik.
Kijk jij die kant. Ik ga hierheen. Zo, waar ben jij de hele middag geweest? Met grote jongens, rovertje gespeeld. En bij de baas geweest. Nou, wat had u te vertellen? Gedonder, hè? Dat begrijp je wel. Wat doen we nou? Het zat! Inbreken en geld stelen. Ja, maar die hond dan? Je waakt voor 10. Ach ja, met je hond. Je bent toch zeker niet bang voor de beest wel? Die maken we van kant. Dat snap ik. Maar hoe dan? Luister, Frits. Om te beginnen moeten we die boerderij in de gaten houden. De rest komt vanzelf. Oké. Oh. Even uitblazen. Oh. Pijpje. Braaf, Bruine. Ik heb geen tabak meer. Oh, dat is niet erg. Tarzan kan wel een nieuw pakje halen in doop. Wat? Kent hij dat? Oh, dat heeft hij al zo dikwijls gedaan. Even geld pakken. Zo. Daar zo. Kom, jongen. Hé, af. Hé, zitten. Nu ga je een nieuw pakje tabak halen in de dorp. En vlug terugkomen. Kom, Bruine. Nog eventjes, jongen. Dan zit onze dagtaak er weer op. Ai, yep. Is er iemand? Nee, kom maar. Ik kan er niet bij, Mop. Wacht, ik zal je helpen. Oh, wat lekker. Doe nou. Help. Oh, help. Oh, help. Help. Oh, help. Oh. Hey. Ja. Ja, mooi. Heb je een Frits? Keurig. Ja, ja, hou hem vast. Ja, ja, kom. Ja. Hou hem goed vast. Tijd. Ja, ja, ga je bij zijn kop, pak ik de stok. Ja, wat, ja, de stok. Waar is die? Ja, daar. Even kijken. Ja, 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 1, 2. Ja, mooi zo. Zo, dat is gebeurd. Hé, hé. Wat nou? We gooien hem in het kanaal. Vooruit, pak op. Ja, even kijken waar is dat ding zwaar. Kom hier. Daarin, Frits, kom. Ja. Ja, 1. 2. Hé, wacht. Ja, wat? We zijn stom. Hoezo? Laten we de hond verkopen. Ja, ja, dat is niet gek bekeken, maar aan wie? In Maastricht, hè? Ja. Is een kennel. Nou, in. En die eigenaar is een oude vriend van me. Geef mij de lepeltje ook eens, zeg. Oei. Wat doen jullie daar? Nou, hoor ik nog wat? Niks. Laat me je handen zien. Nou, vlug een beetje. Nee, die andere. Laat me ze eens allebei zien. Nou, schiet eens wat op. Hé, hey. Ah, nu weet ik waar mijn jam altijd blijft. Zeg, Treus,
Je zegt toch niks tegen die anderen, hè? Ik zal niks zeggen als jij de koe melkt. Koe melken? Maar dat kan ik niet. Ik heb nog nooit gezien hoe zoiets gedaan wordt. Melken of ik vertel het tegen de anderen? Oh. Kom, Jos. Ik zal dat beest wel melken. 125 gulden. Dat is het laatst. Akkoord? Ja. 125 gulden, of niet? Nou, goed. Uit. Dan is hij verkocht. Zet hem maar vast in die kennel daar. Dan ga ik boven het geld even halen. Ik ben zo terug. Weer hebben, Dirk. Ja, Frits. Die hond die ging daar. Ik heb het zelf gezien. Jongen, je bent gek. Het is wel waar, in Frits. De kennel. Het is wel waar. Kom mee. Daar gaat hij, Dirk. Ah, schiet hem. Ja, die is raar. Wat was dat, Zilver? Een schot! Dat heb je mooi gedaan, Dirk. Ja. Die is morsdood. Kijk dan. Ah, joh, Frits, pas op! Ik dacht niet over iets. Ja, ga je op weg, Frits. Je bent weer terug. We zijn weer samen. Wees een beetje voorzichtig, kerel. Die hond, die heeft me goed te pakken gehad. We hebben het weer aardig verprutst, Frits. Ja, maar wie kon nou weten dat die hond vrij kwam? Ja, ik durf de baas niks te vertellen. Wat doen we dan? Tje. Morgen moet Maas die lening aflossen, hè? En voor die tijd heb ik het geld. Dat lijkt me wel wat moeilijk. Bij klaarlichte dag ga ik gewoon naar binnen toe. En als ik iemand tegenkom, dan zeg ik dat ik vee kom kopen. We nemen Huub mee en dan zijn we met z'n drieën. Dat lijkt me een goed idee.
Dat dacht ik ook. Nou. Even het werk verdelen. Jan en Betsy, jullie verzorgen het paard. En de anderen gaan naar het veld. Kan die niet mee? Nee, ik moet naar de stad de leiding aflossen. Dag jongens. Ha, dag Johan. Kom je ons eens opzoeken? Ja, ik was net in de buurt. Leuk. En hoe bevalt het jullie in het nieuwe konstres? Nou, fijn, we hebben erg getroffen, hè Jan? Nou en of. Hey, kijk eens daar zeg. Huh? Wat een hoge boom. Zullen we erin klimmen? Kom. Alleen, hup. Wacht hier. Draai de wagen en laat de motor maar lopen. Blijf zitten of ik schiet. Help! Dieven! Rijden! Dieven! De geld is weg! Help! Help! Dieven! Ze hebben de geld gestolen! Wat is er gebeurd? Truus! Dieven! Ze hebben om jou zijn geld gestolen! Kom op, Jan, de jeep! Dieven! Hou ze tegen! Hè, waar is dat? Wat roept nu, Joris? Dieven! Kijk, zie je auto daar? Waar? Daar! Oh ja, ze komen hier op aan! Ik zal ze... Grijp ze, Rum! Grijp ze! Hé, hey, kijk daar is die Johnny. Stoppen, wacht nou even. Ja, even. Stoppen. Vlug schiet op, dikke. Gas geven. '70, '75, '80, '85, '90. Ja, 500 piek. Hé! Hey! Stoppen! Stop die wagen! Stop nou! Nu! Ja! Ja, daar! Ja. Oh! Ja, rennen! Oh, rennen nou! Ja. Bla.
Oh, wacht maar, snotaap, als ik boven ben. Zo, dan heb ik er eindelijk. Wacht maar, als ik bij je ben, jongetje. Ja, jij denkt zeker dat ik niet bij je kan komen, hè? Ziezo. Mis! Jongen, al moet ik 25 keer op en neer. Ja, maar dan pak me dan toch? Wegslingerop! Schop, hè, dat ken je. Maar wacht maar, spotten. Ziezo. Los! Los! Terug met het geld! Zou je nou eindelijk je moeten betalen? Mond houden! Terug! Notneus! Dat heb je mooi gedaan, Frits. Prachtig. Kom mee, jongens. Ja, binnen. Ah, meneer Maas. Goeiedag. U komt natuurlijk de termijn aflossen. Ja, dat is te zeggen. Gaat u zitten. Dank u. Ja, ziet u... Ja, dan zal ik alvast de kwitantie uitschrijven. Nee, meneer. Ik wilde vragen... Of u nog even geduld wilde hebben. Uitstel? Nee, meneer Maas. Dat gaat niet. Maar wat moet ik dan doen? Tja, hoezeer het mij ook spijt. Maar dan zal ik beslag moeten laten leggen. Betekent dat ik de boerderij kwijt ben? Ja, jammer genoeg voor u. Maar geeft u dat toch uitstel? Nee. Dat gaat niet. Om 12 uur betaalt u. Of ik in die boerderij. En het is nu 11:45. Ja, jongens, ik kom je helpen. Laat me los. Zo. Laat me los. Ja, goed, heel goed. Huppakee. Alles kijken. Jongens, druik over. Nog een druik. Ja, jongens, op naar de speeltuin. 1, 2. Wacht even! Ja, hou vast! Zullen we eens kijken? Nee, hou vast! Ja! Oh. Jammer dat die boom daar stond, jongens! Hup, van achter! Maar het zal je lusten! Zonde van die boom! Ja. Maar doorgaan! Hup. Hier nog zo'n kerel is onze laatste! Hup! Voorzichtig, ik leef eronder! Zo. Als u nou hier even wil tekenen, dan is de zaak in orde. Ja. Alsjeblieft. Ja, maar is er dan geen andere oplossing mogelijk? Tja, zaken zijn nu eenmaal zaken. Nee. Ik zou toch liever willen wachten tot 12 uur. Misschien komt het geld dan nog.
Ja, voilà, vooruit, als ik daar jou nou genoegen mee kan doen, hè? Hanibum! Hanibum! Hebben jullie die kerels gevonden? Nou, kijk daar maar eens. Zijn ze niet lief? En we hebben die kerels geknapt dat ze stukken ervan afvlogen. Zo'n mannetje, wat zit jij daar suf te kijken? Geld stelen, dat kunnen jullie, hè? Bah, maar nou is het af. Wat doen we met die mannetjes? Naar de politie brengen, ja. Ja. Als we je vertellen wat erachter zit, laat je ons dan lopen? Wat zou hier nog achter zitten? Gewone diefstal. Klets. Dat geld dat is gestolen om ervoor te zorgen dat Joris zijn lening niet kan betalen. Wie heeft daar belang bij? Als ik dat zeg, laat je ons dan lopen? We zullen zien. Ja of nee? Goed dan, vertel op. Makelaar Bol is onze baas. Bol? Onzin. Hij wil jullie grond hebben omdat er een nieuwe mijn komt. Blijven jullie hier. Jesse gaat naar de boerderij en Doris met mij mee. Hij zegt, hela, en wij dan? Als jullie de waarheid gesproken hebben, laat ik jullie vrij. Mooi zitten blijven, brave jongetjes. We hebben nog net 10 minuten. Komen we te laat, dan is oom Joris zijn boerderij kwijt. Run en om! Gezondheid! Zeg maar op. Hey mee, wat drinken erachter bij dat beekje? En die drie? Och, die lopen niet weg. Kom nou maar. Ik ga ook mee. Mijn broek zakt af. Mijn riem. Och, ouwe zeurpiet dat je bent. Kom nu. Oh ja. Hou die broek maar vast, joh. Vlug. Het is nog niet te laat. Achter ze aan. Waar is Dirk gebleven? Ik weet het niet, jongen. Kijk, daar hangt hij boven in de boom. Ziezo. Nou, die kerels zijn we kwijt. We hebben nog 7 minuten. Onze enige kans is dwars door de hei. Thank you.
is alles verloren. Ja, 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 Wim, het ja. gaat! Ja, we halen het! Ja! 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 Wim! Ja. Wim! Ja, wat is er? Daarachter komt Jesse! Waar? Daar! Oh, Jesse! 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 De jeep is kapot! Jesse! Kom er vlug, Jesse! Jesse. Hallo! Jesse! Jesse! Jesse, kom hier! Hallo! Ja, ze komt hier. Ja, ze komt! Allee! Allee! Vlugger, Jesse! We hebben geen tijd! Oh! Wat is er gebeurd? Breng vlug naar de makelaar. Je hebt nog 5 minuten. Rij als de wind. Hey. Misschien haalt ze het nog. Ja, meneer Maas. Zoudt u nu toch niet liever maar tekenen? Het is 4:54. Tja. Het heeft toch geen zin meer voor te wachten. Ik zal het even doorlezen en dan zal ik het maar tekenen. Wat is er nou? De pen is leeg. Hè? Ach, vervelend. Hier, deze is beter. Ja. En tekent u nu maar vlug. Niet tekenen om, Joris. Hier is het geld. Geld? Geld? O, gelukkig, kind. Je bent precies op tijd. Alsjeblieft, meneer Bol. Het geld. Ja, maar ik... Alsjeblieft. Kom, kind. Gauw naar tante Marie. Dag, meneer Bol. Kom. En meneer Bol, verder goede zaken, hè? Ja, jongens. Ik pas op hun. Josje toch. Nou, jongens. Ja. En bedankt, jongens. Fijn stel, hè. Dag. Vooruit, moeder. Zulke vrienden zijn goud waard. Ja, moeder. Er is niets mooier in de wereld als trouwe vriendschap.